Nijmeegse dansduo Tim Puts en Peja Prawiruwat Mocho reist deze week af naar de Chinese stad Chengdu. Daar nemen zij met 5 dansen deel aan het WK Latin. Tot die tijd laten ze geen moment onbenut om te trainen. Tim en ik dansen Latin wedstrijden. En in Nederland kun je, als je in de dansscholen gewoon lokaal gaat dansen, steldansen. Wij doen dat in wedstrijdverband. En dat houdt in dat wij tegen andere dansparen die hetzelfde doen, een wedstrijd doen. En dan bepaalt een jury wie dat er het beste de dans kan vertalen. Nou, dan heb je een heleboel techniek die daarbij komt kijken. En bij het wedstrijddansen hoort dat je die techniek ook heel veel traint om zo de beste te worden. Internationaal hebben wij veel wedstrijden gedanst in de afgelopen 2 jaar zo'n beetje. We hebben nu van de NOC-NSF talentstatus gekregen, internationaal talent. Dat wil eigenlijk zeggen, je moet aan een bepaalde leeftijdsklasse voldoen, maar ook aan een bepaald niveau. Bij internationale wedstrijden moet je in de top 1/3 van de paren die meedoen, moet je eindigen om die status te kunnen krijgen. Nou, dat is ons gelukt. Momenteel trainen wij voor de WK. Dat is heel erg leuk, want we mogen maar 2 paren per wereldkampioenschappen per jaar gaan voor de bond. Wij zijn uitgenodigd dit jaar. En de WK gaat plaatsvinden in Chengdu, in China. Wij trainen zo'n 20 tot 23 uur per week. Staan we op de vloer, fitnessen, krachttrainingen, vloertrainingen, springen, rennen. Dus ook hardlopen buiten en de trainingsuren van de dans zelf. Je hebt een vaste choreografie en die oefen je. En daarbij oefen je de techniek. Wij trainen heel vaak in danscentrum Zwijzen in Os. En dat is gewoon een hele fijne plek om te zijn. Dat komt vooral vanwege de dansvloer. We trainen ook in Nijmegen in het sportcentrum van de universiteit. En het is gewoon prettig om een zaal te hebben met spiegels. Zodat je kan zien wat je doet. En dus ook weet hoe de jury jou ziet. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.